Het hoogste punt van SAS 3 is bereikt. Het nieuwe wooncomplex van Woonbedrijf op Strijp S. Eigenlijk zou de viering van het hoogste punt half januari al zijn. Maar dat kon toen niet doorgaan, omdat het vroor dat het kraakte. Op SAS 3 komen verschillende soorten woningen. Huurappartementen, koophuizen en er komt een commerciële ruimte. Voor de huurappartementen was veel animo. Die zijn ook allemaal verhuurd. De koopwoningen lopen minder hard.